fijn. Dit wordt een liefdesreading voor het teken van Steenbok. Lieve Steenbok, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maanascendant en je venusteken. Laat los als het niet past. Niet iedereen loopt natuurlijk op dezelfde energie. De readings zijn tijdloos en we gaan eens kijken wat we mogen ontvangen. Ook wil ik natuurlijk iedereen hartelijk bedanken voor de lieve berichtjes, de likes en de abonnees die ik erbij krijg. Welkom natuurlijk. En uit dankbaarheid ben ik nog steeds alweer eigenlijk bezig met een verloting. Wat had het in? Je maakt kans op een basisreading. En wat is de voorwaarde? Geabonneerd zijn, dus druk op de rode abonneerknop. Gelijk op het belletje. Zo mis je geen reading. Dat is geen verplichting hoor. Maar het is wel handig als u up-to-date wilt blijven. Een like voor deze video. En onder in de comments wat je maar wilt. Toi, toi, toi. Lieve Steenbok, we gaan eens kijken. Wat mag ik ontvangen? Wat mag ik ontvangen voor de steenbok? Nog veel, dat gaan we niet doen. Shadowwork, oké. Een synchroniteit. Oké. Er is dus iets wat nog geheeld mag gaan worden, lieve steenbok. Er zijn nog schaduwkanten die je misschien mag gaan aanzien. Die je misschien hebt verstopt of niet wil tegenkomen. Maar het is nu de tijd om dat eigenlijk op te ruimen. Om dus dat te zien. Om het te accepteren. Nu zie ik hier, release blocks heb ik ook nog. Dus er is een blokkade ergens in. En het is belangrijk ook om op tekens te letten. Bepaalde tijd of nummers of noem het maar. Oké, ik ga het even pakken. In ieder geval, ga ik eens kijken wat de energie is. De 5 van cups heb ik al onderop. Je treurt over iets. Er is waarschijnlijk iets geweest waarin je niet happy was. En nog steeds misschien aan terugdenkt. Soms is het ook tijd om het oude te verlossen. Want als je het oude niet verlost en je blijft hangen. Zoals die bloks die hier ligt en die schaduwwerk die je misschien aan de kant duwt om het niet te voelen. Jullie hebben natuurlijk een muurtje soms om jullie heen. En jullie zijn natuurlijk heel sterk en krachtig. Maar onder dat muurtje zijn jullie natuurlijk best wel emotionele wezens. Alleen als je dat stukje wegstopt en altijd maar doorgaat. Ja, dan kan het zo zijn dat dat een blokkade wordt. En dat jij in een soort van spiraal komt. En misschien blijft treuren over iets wat allang is geweest. Eens kijken, wat mag ik als uitdaging voor de steenbok? Oeps, heel veel. De hermiet. De 2 van cups en de wereld. Oké, ik ga ze even terug doen, maar ik ga ze wel onthouden. Ik wil graag 1 kaart. Nou, dat zijn er weer heel veel. De dood, wauw. De dood, de 10 van cups en de peet van cups. Transformatie. Dus iets loslaten. Op weg naar geluk en... Oeps. En happiness. Wauw. Dit zijn heel veel. Dus je energie is hoog. De chariot en de emperor. Ik ga ze toch terug doen. Ik wil eigenlijk 1 kaart. 1 kaart graag. Wat is de blokkade? De 9 van cups. Er zijn er weer een paar. De hierofant en de ster. Ik wil 1. Graag. Eén kaart voor de steenbok als uitdaging. Ja, toch weer de 9 van cups. Oké, wat is er aan de hand? Want dit is een prachtige kaart. Dit is een wish fulfillment. Dit is een kaart van vieren. Blij zijn. Emotioneel gelukkig. Maar op dit moment voel je het niet. Dat is wat ik zie. Het kan zijn dat er iemand is die dit veroorzaakt. Dat je niet gelukkig bent. Maar er is in ieder geval een energie wat, waarbij je je niet happy voelt. Het kan wel zijn dat je een wens hebt, maar dat je voelt dat die wens er niet aankomt. Of dat het verspeeld is. Wat mag ik nog doen? Kijk, weer de 5 van cups. Maar ik ben 1. Zo duurt die reading heel lang, maar goed. Weer 2 van cups, zag ik. Wat een rommelige reading.
What's going on? Die bestaan nog. Kijk, daar was één. Dan zag ik weer de ster. Oeps. Ja, de Hierofant. Oké, okay, een verbintenis of een connectie met iemand. En dan zie ik hier de toren. Kan zijn dat je een spirituele connectie hebt met iemand, maar dat je niet goed weet waar je staat. Ja, kijk, de 7 en 8. En de 9 van cups, kijk dan. En de ster toch nog onderop. Er is een situatie waarin jij misschien een spiegel bent voor iemand. Of misschien mag jij gaan leren van een connectie. Dit kan ook een huwelijk betekenen, een verbintenis of community. In ieder geval zegt dit, ik ga me zo even verklaren, iets over een verbintenis. Maar ik zie hier verwarring. Ik zie de 7, de 9 en de 8. 7, 8, 9. Dus er is iets wat, het kan zijn dat je meerdere opties hebt in je energie. Het kan ook een persoon zijn die meerdere opties heeft, maar wat ik eigenlijk voel is dat je mag gaan shiften. Iets dient niet meer. Iets waar jij heel veel energie in hebt gestoken, lijkt het wel, heeft jou niet gebracht wat je eigenlijk heel graag wilde. En daarom is deze uitdaging hier ook de 9 van cups. Dus jij blijft aan iets vasthouden, lijkt het wel. Ik zie natuurlijk verschillende energie, ik zie een slang, ik zie van alles. Maar iets maakt jou wel gelukkig. Alleen als jij dat aan... Als je je energie verkeerd besteedt aan bepaalde personen, dan blijf jij een beetje dus hangen. Het is tijd om dus iets los te laten en daardoor eigenlijk het geluk te vinden. Want dit is een wens en je wil heel graag een wens. En die ligt hier natuurlijk ook, maar daarvoor zou je wel bepaalde heling mogen ondervinden. Jij bent de ster in jouw eigen leven. Jij bepaalt welke energie jij toelaat en wat jij loslaat. Maar blijf jij hangen, of wil je bepaalde dingen niet zien... Dan kan het dus zijn dat de synchroniteit op je pad komt en dat je steeds dezelfde lessen krijgt. En het is eigenlijk de bedoeling om dat los te laten. Ook al is het lastig, maar dit zegt wel iets over op weg naar de zon. Dus op weg naar emotionele vervulling, wat hier eigenlijk al ligt. Alleen, je voelt het op dit moment niet. En waarschijnlijk heb jij een connectie met iemand die heel diepgaand is. Misschien heeft die persoon zelf ook een connectie, of misschien... Had je gehoopt dat dit een langdurig iets was, maar ik zie daarbij heel veel verwarring. Dus wat ik voel is dat je eigenlijk niet goed weet waar je staat of waar het naartoe gaat. Ik ga eens vragen wat ik allemaal nog meer mag ontvangen. Wat mag ik weten over die 9 van cups nog? Ja, de 10 van zwaarden. Zie oude karma. Je hebt te maken met oude karma die mag worden opgelost. En de 10 is altijd weer een 1, hè? Dat is een nieuw begin. Alleen je vindt het lastig, dus waarschijnlijk zit je hier nog middenin. Maar ik kan je garanderen, als hij dit onder ogen ziet, dat je die pijn verlost eigenlijk over hoe mensen jou hebben behandeld. En we zijn natuurlijk nu, vooral voor de steenbokken, in een periode waarin je 20 jaar met karma te maken hebt gehad, als het niet langer is. Maar in ieder geval is het nu tijd om dat onder ogen te zien. Om bepaalde synchroniteit of bepaalde patronen in je leven te zien en ook te accepteren zoals ze zijn. Maar daardoor wel heb van mogen leren. Dus het is tijd om die schaduwstukjes, die schaduwkanten, of personen misschien, los te laten die jouw pijn hebben gedaan. Want je ligt ergens wakker van. Ja, kijk, en de duivel, zie? Je bent aan het overdenken. Dit kunnen ook, wat ik al zei, karmische personen zijn. Dit is natuurlijk jullie kaart, hè? Dus je ligt ergens wakker over. Iets houdt jou in de greep. Ben jij dit zelf? Hou je zelf bepaalde patronen vast? Omdat je graag iets wil dat je gelukkig bent. Maar als jij daar zo mee bezig bent, dan zit jij in een verkeerde energie. Ook al is dit natuurlijk jullie energie. Maar je bent aan het overdenken. Je bent van, komt dit wel goed? Waarom doen mensen mij altijd pijn? En dat heeft echt te maken dus met die karmische delen die jij hebt mogen ondervinden de laatste 20 jaar. Of misschien voor sommigen iets minder, maar... In ieder geval een hele lange periode. Het is tijd om dat los te laten. Dus je hebt deze lessen echt nodig gehad om je te verbreken van bepaalde situaties. Karmische delen, toxische personen, misschien jezelf. Omdat je zelf misschien controle wilde hebben in bepaalde situaties. Want jullie zijn natuurlijk wel personen die controle lastig vinden om dat los te laten. Jullie hebben liever zelf de touwtjes in handen natuurlijk. In ieder geval zie ik wel een prachtige nieuwe cycle. Dus het is voor jou belangrijk om dus dit te doorbreken. Die delen die niet meer dienen. Oké. Ja, de page van Pentakels langzaam en gestaagd. Ja, kijk. Dus het kan heel goed zijn dat jij jezelf meer mag gaan openen en open gaan breken. Dus niet meer je emoties vast
moet houden, maar losbreken. Zodat je eigenlijk langzaam en gestaag op weg kan naar stabiliteit. Dus er is iets wat op je pad gaat komen of waarin jij zelf een duwtje nodig hebt om dus eigenlijk verstandig eigenlijk op weg te gaan naar ja, iets heel moois. Wat mag ik weten over de 7 van Cups? Ja, de Lovers, kijk dan. En de Page van Pentakels. Ja, een nieuw begin. Maar ook een keus. Kijk, en zie met deze kaart de Duivel en de Lovers. Dat lijkt op elkaar. In ieder geval zegt dit wel iets over dat jij dus iets mag gaan verbreken. Dit kunnen jouw gedachten zijn, bepaalde angsten. Dit kunnen verslavingen zijn voor sommigen. En sommigen kunnen ook verslaafd zijn aan ja, liefde of aan iets of aan verbintenis of iets vast willen houden. In ieder geval mag je dat losbreken. En daarvoor kom je op een keuze te staan. Voor sommigen kan het zijn dat jij met een karmische relatie te maken hebt. En ook met de spirituele. Maar spirit zegt, het is belangrijk om onderzoek te doen. Om een stapje te nemen. Om eigenlijk op weg te gaan. Om dus oude emoties dus echt los te laten. Kan wel dat jij of iemand jou in de gaten had. Maar het kan ook een bericht zijn. Net als deze kaart. Dus het kan zijn dat er een kans komt dat iemand iets gaat aanbieden. Het is een klein gebaar, maar daardoor kan je misschien wel keuzes maken. Of je komt in ieder geval voor een keuze te staan met de Loverskaart. En de Loverskaart is natuurlijk een spirituele kaart en connectie, maar ook een keus. Dus je hebt zelf de keus. En het kan dus zijn dat jij in een verbintenis hebt gezeten waarin je jezelf mag gaan losbreken. En daardoor eigenlijk op weg gaat naar een hogere commitment. Voor sommigen kan het zijn dat het een nieuw persoon is. Maar ik heb voor heel veel het gevoel dat het al iemand is die je misschien kent. Wat misschien heel lastig kan zijn. Weer een page. En de Ridder van Zwaarden. Okay. En de Aas van Munt. Ik ga ze even terug. Wat mag ik nog weten over de 8 van Pentaar? Of de 8 van... 8 van... Ik ga ze even terug. Ik moet eventjes concentreren. 8 van bekers. Wat mag ik daarvan weten? Ik zag al de Fool. En de 5 van zwaar. Dus vrij van angsten zijn. Bepaalde conflicten oplossen. Wat mag ik weten? Oké. Dit zijn er heel veel. Maar goed. Of 3. Het zijn niet heel veel. Maar 10 van zwaar. Ja, dus oude burdens, verantwoordelijkheden die jij hebt gekend. Of misschien nog kent. Loslaten. Dit is natuurlijk weer een 10 en dit zijn twee pittige kaarten, want het zegt iets over iets loslaten. Veel verantwoordelijkheid. Je ziet deze persoon gaat gebukt. En het kan dus zelfs zijn dat je gewoon klachten hebt gekregen omdat jij zoveel hebt vastgehouden, omdat je dacht dat het zou werken. Maar ik zie aan alles dat je 's nachts wakker ligt, niet goed weet wat je met de situatie aan moet, dat je bang bent om misschien keuzes te maken, om dus eigenlijk het allerhoogste geluk wat je eigenlijk wil, emotionele geluk eigenlijk, wilt ervaren. Ik heb hier de 8 van Pentakels. Dus ga met jezelf aan de slag. Ga onderzoek doen. Ga werken of ga iets. Dat kunnen jullie heel goed. Maar let ook op details. Dus blijf ook onderzoekend. Want ik heb hier veel Pentakels. Dus misschien op werkgebied dat je iets kan gaan doen waarin je jezelf kan ontwikkelen. Of in ieder geval kan het ook zijn dat iemand met jou samen wil werken. Of dat er iets aankomt waarin samen gewerkt gaat worden. Met een connectie. En dan zie ik hier de passiekaart. Ja, dit is een passiekaart die zegt van er komt iets, er komt inspiratie op je pad. Er komt iets op je pad en weer de Hierofant, wat waarschijnlijk ook tot langdurig iets kan leiden. Ik heb hem hier en hier. Dus het kan zijn dat je echt wel een verbintenis hebt met iemand waar jij een zielsconnectie mee hebt. In ieder geval zie ik dus passie, avontuur. Een ontmoeting in ieder geval, mits jij dus bepaalde dingen loslaat en aan jezelf werkt. Dus accepteer, werk aan je schaduwstukjes, wat ik hier zie, en release al die blokkades die jij hebt opgebouwd, daar ging mijn engel bijna weer, opgebouwd in de loop der jaren. Dus dit zijn echt karmisch, vooral deze kaarten zegt heel karmisch, dit sleep jij al heel lang met je mee. Het is tijd om verantwoordelijkheden los te laten en verantwoording voor jezelf te nemen. Dus aan jezelf te werken. En bepaalde onzekerheden los te laten. Oké, wat mag ik nog meer ontvangen? Wat mag ik ontvangen van dit deck? Maak geen beslissingen die gebaseerd zijn op schuld.
Of hoe je het misschien beter of anders had kunnen doen. Het is belangrijk om eerlijk te zijn naar jezelf. Waar word jij gelukkig van? Zodat je ook eerlijk naar jezelf kan zijn en ook naar anderen. Oké, ik ga nog even één kaart pakken nog. Ja, en diep in je hart weet je het antwoord al. Doe wat goed voor jou voelt. Ja, dus het is belangrijk ook om voor jezelf op te komen. En niet angstig te zijn waar het pad zich naartoe leidt. Want het ziet er heel... Dit is een lastige keuze, maar het gaat jou verder helpen. Omdat jij oude blokkades dan gaat verwijderen. Oude blokkades, oude verantwoordelijkheden die gewoon niet meer dienen. Het is tijd om aan jezelf te werken, om die schaduwstukjes te ondervinden. En dan zul je zien dat er inspiratie, dat er een nieuw pad op je... Ja, iets passievols op je pad gaat komen, mits jij daar natuurlijk voor kiest. Hè? Iedereen heeft een eigen wil. Maar je hebt een keus daarin. Dit is wat ik voor je heb, lieve steenbok. Mocht het resoneren, laat het me weten. Ik wens je al het goeds in dit proces. Het zal niet gemakkelijk voor je zijn, maar je kunt het, want je bent steenbok. Laat weten of deze video resoneert. Wil je meedoen met de actie? Abonneer, like en deel desnoods. En onder in de comments wat je maar wilt. Ik wens je al het goeds en tot snel. Doeg!